net gebleven zijn met een aantal vragen vanuit de chat, of is het goed om toch nog even nog een korte toelichting te geven? Ik weet niet hoe ver daar nog behoefte aan is, want ik heb het meestal natuurlijk in mijn praatje gestopt. En we hebben natuurlijk al vaker deze discussie gevoerd. Wat we vroeger op tafel hebben gehad, hebben we natuurlijk ook al meegenomen. Maar goed, het is een ongoing process en het is ook best wel complex. Dus ik kan me best voorstellen dat bij de anderen nog wel allerlei vragen liggen die ze toch wel graag willen bediscussiëren. Dus ik zou het vooral daar neerleggen. Ja. Nou, dus het is... Een kleine aanvulling, Frans. Ja? Ik neem dus waar voor Jessica Tio die ziek is. Dus ik weet niet alles, maar ik kan wel vragen altijd doorgeleiden, waardoor je later antwoord krijgt dan. Ja. Ja. Heel goed. Nou, voor de deelnemers geldt, we zijn, als we het een beetje netjes houden, dan mag je van mij meteen beginnen met praten. Maar misschien is het wel handig om heel even, wanneer iemand aan het woord is, om dan, wanneer je daarop wilt reageren, om dan wel je handje op te steken. Dus zijn er mensen die hier vragen hebben naar aanleiding van de inleiding van Herman? Paul, ga je gang. Naar de microfoon, juist. Goed verhaal, duidelijk. Ik had die vraag had ik wel even in de chat gezet, maar ik stel hem hier gewoon. Jullie kiezen nu in eerste instantie voor Maisel, om daarop te focussen, en Blad niet. Zoals je weet, in de pilot hebben we beide. We hebben ook trouwens vanmorgen de eerste resultaten al gepresenteerd, dus die zijn er al. Mooi zo. Leuke dingetjes komen eruit, maar dat ga ik niet herhalen. We kunnen alvast toch gaan voorsorteren, dan was mooi. Ik hou je op de hoogte. Waar is die keuze op gebaseerd? Ik kan me voorstellen op relevantie of op mogelijke kwaliteitsissues, of zeg je, of nog andere redenen? Heel pragmatisch. Het begint ermee dat het al best complex is. En dat willen we snel verder, dat we gewoon sowieso één stroom even uitgepakt hebben. Dat is niet voor niks Maisel, want daar is het allemaal mee begonnen. Dat was de grootste stroom waar we ooit de hele discussie over begonnen zijn. Later is Babbelval erbij gekomen. En er komen misschien nog wel andere stromen aan. Dus ook, dat was ook een reden om een Maisel te pakken. Ik zelf denk, als we het voor Maisel goed hebben doorgeakkerd, dan kunnen we daarna die andere stromen er wel aan gaan koppelen. Hoewel daar wel weer specifieke dingen kunnen spelen. Maisel is natuurlijk niet hetzelfde als Babbelval. Maar goed, dan hebben we in ieder geval een eerste stap gemaakt. Als we nu beide hadden meegenomen, dan was het nog complexer geworden. Dus ja, het is ook een beetje voor een pragmatisme. Oké. Okay. Nog meer. Het kan ook zijn dat jullie gewoon iets in discussie willen brengen. Hè? Want het is niet zozeer, een hele hoop vragen kan je natuurlijk stellen, maar we kunnen ook vragen toch nog niet beantwoorden. Maar we kunnen misschien wel een discussie voeren. Wat in ieder geval relevant is, dat het gaat niet alleen over regels, het gaat ook over beleid. Wat willen we beleidsmatig? Nou, beleidsmatig gaan we er toch vanuit dat er in ieder geval twee regimes zullen zijn. Een regime wat meer landelijk, centraal is. En waar je gewoon vrij verhandelbare producten maakt. Zeg maar, dat is wat de Bevor-partners onder andere doen. Die composteren centraal. Nou, dat blijft in onze ogen ook gewoon gebeuren. Dat levert straks kwaliteitsgeborgde producten op, die mogelijk in Nederland vrij verhandelbaar zijn, en als er een CE-label op kan, maar dan moeten er allerlei voorwaarden voldoen, mogelijk zelfs binnen Europa vrij verhandelbaar kan zijn, dat blijft gewoon staan. En dat willen we ook niet echt aantasten of onmogelijk maken. Daar staat tegenover dat we ook vanuit kringloopbesluiten, vanuit behoud van organische stof en misschien allerlei milieu- en klimaatbaten, graag ook binnen een gebied wat met die stromen te kunnen doen. Maar dat willen we dan wel netjes regelen. Dat moet dan wel op een vergelijkbare manier geregeld worden. Op een gelijkwaardige manier, maar niet hetzelfde. Omdat als je het binnen een gebied doet, kan je dingen anders doen dan als je iets centraal overal toepasbaar wil hebben. Dus dan kan je met allerlei dingen anders omgaan. En dat moet dan uiteindelijk ook passen binnen de regeltjes. Nou, op dit moment is dat toch niet zo. Maar als we weten wat we willen, kunnen we al kijken of we die regels kunnen aanpassen. En dat maakt het dus ook wel lastig. Het is een proces wat er een beetje van het een naar het ander hipt. We hebben een aantal vragen die we beantwoord moeten hebben. We hebben nu proberen in kaart te brengen, wat kan er überhaupt allemaal? Maar de keuzes moeten we natuurlijk nog maken. Van wat gaan we nou precies doen? Ja, ik zie dat er een aantal reacties, een aantal handen al omhoog gaan. Dan weet ik niet of jij direct op Herman wilt reageren, Herman Berkhoff. Ja, ik had nog een vraag. Je gaf net aan dat jullie bezig zijn om te kijken of je naast de mesthoofdwet ook die categorie bodemverbeteraars wilt gaan definiëren. In de wandelgangen beluister ik nog wel eens dat in Europa al lang voor elkaar is. En dat LNV een beetje draalt om dat hier in Nederland voor elkaar te maken. Klopt dat?
Nou, dat denk ik niet. Kijk, in de meststofverordening zit zo'n categorie. En de LNV is bezig om die meststofverordening te gaan implementeren in Nederland. En daar hoort ook bij van dat we moeten kijken hoe we dan met de categorie bodemverbeteraars omgaan. En de LNV heeft denk ik heel wijselijk ook al gewacht totdat in Europa het beleid uitgekristalliseerd was. Want anders gaan we hier wat bedenken. En dan wordt het in Brussel net een slagje anders. En dan kun je weer overnieuw beginnen. Ja, ja. Dat is niet erg handig. Dus ja, we groeien daar nu naartoe. Die meststofverordening is toch nu. En die gaat volledig in werking treden. Dus dan moeten wij zorgen dat we in Nederland daar goed op aangepast zijn. Ja, goed. Mooi, dan is een antwoord. Heb jij een antwoord alvast binnen? Ankie, wat was jouw vraag of opmerking? Nou, die gaat even terug naar de presentatie van Herman. Waarin die zei dat hij een klein comité met CT, et cetera, er ging overleggen. En ik hoop wel dat de omgevingsdienst ook betrokken wordt. Dus dat wil ik nog een keer in de aandacht. Maak je geen zorgen, Ankie. Dat gaan we zeker doen. We beginnen in het kleine comité. Want daar hadden we dat ooit ook afgesproken. En je kunt natuurlijk met Jan en allemaal meteen beginnen. We moeten eerst even behapbaar maken. Maar ik denk voordat we er echt hele grote, vanuit op de volgende CT-dag dan mee aan de slag gaan, willen we ook een rondje met de omgevingsdiensten doen. Oké, dankjewel. Oké, heel goed. Tessa. Ik merk in mijn zoektocht, ik ben ingestapt vanuit organische stadstromen, dat ik best moeite heb om te begrijpen wie ik waarvoor kan bereiken bij het Rijk. Als ik het heb over organische stadstromen, omdat ik merk dat we met elkaar dit allemaal willen vanuit bepaalde ambities. Maar ik heb nog geen knooppunt gevonden waar dat samenkomt, zeg maar. Dus ik heb al wel met LNV gesproken over regelgeving, daar waar het over wormencompost gaat. Ik heb gekeken waar het in de transitieagenda staat. Het praat aan kringlooplandbouw. Dus ik ben, ik zou daar graag iets meer over willen weten hoe dat op rijksniveau georganiseerd is, dat dat ergens samenkomt. Al die ambities die er zijn vanuit verschillende programma's. En als het er niet is, hoor ik het ook graag. Dat is eigenlijk de vraag die ik heb. Nou ja, het komt natuurlijk allemaal een beetje samen bij het programma Circulaire Economie. En ook de transitie van de biomassa en voedsel, waar het onderwerp ook aan de orde is geweest. Staat ook in het uitvoeringsprogramma. En we hebben natuurlijk een paar dingen in het leven geroepen om dat verder te helpen. We hebben een versnellingshuis waar dingen die probeert te ondersteunen. En er is bij LNV een agro-loket waar je met vragen terecht kunt. Maar goed, als het meer om de beleidsdiscussie gaat, nou, daar hebben we bewust gekozen om die juist op het niveau van de biomassa-alliantie te gaan voeren. Want dat is het podium waar iedereen bij elkaar komt. En we hebben ook een soort klein comité die de dingen organiseert en voorwast, waar je zaken mee kan doen. En daar zit mensen van LNV en INW in. En Rijkswaterstaat. Wat dan kan je dan ook heel prima schakelen via Astrid, bijvoorbeeld, of via Amarg, die je kan doorgeleiden naar de juiste personen. Maar dat is dan vooral de beleidsdiscussie. En die willen we juist graag open voeren. Maar goed, je moet altijd eerst wel je huiswerk doen om een discussie goed te kunnen voeren. Dus vandaar dat we eerst intern dan een stuk maken en dat in het kleine comité bespreken en dan iets van maken wat je breder kunt bediscussiëren. Maar goed, als je vragen hebt, kun je dus bij het agro-loket terecht. Als je vragen hebt die meer in de richting de niet-agrarische groep liggen, dan kan je bij het versnellingshuis terecht. En de beleidsdiscussie voeren we vooral in dit kamer, de Biomassa-alliantie. Heb je daarmee een antwoord waar je mee uit de voeten kunt, Tessa? Deels. Deels, mooi zo. Dat is beter dan niks. Ja, we kunnen je niet nu een pasklare persoon bieden die op alle vragen een antwoord kan geven. Dus helaas, dat ja, is. Het is in de zoektocht van kijk, wet en regelgeving en beleid, dat staat heel, zie ik dat heel goed georganiseerd is binnen het circulair terreinbeheer. Wat ik merk dat een lastige is, is bijvoorbeeld voldoende financiering krijgen voor kleine projectjes, maar ook voor om zo'n stroom als organische stadstromen goed verder op te tuigen, à la dat het onder circulair terreinbeheer verder kan worden gebracht. Ja. En in mijn zoektocht daarin merk ik dat ik vrij veel doorverwezen word naar bepaalde regelingen die allemaal net niet passen.
Als het gaat over financiering en subsidies en dat soort dingen, kun je vrij goed bij het versnellingshuis terecht. Ja, maar ja. Nou, ja. Die horen daar een goed beeld van te hebben. Nee, dat klopt. Alleen die zijn weer heel erg gericht op ondernemers en niet zozeer op coalities van partijen. Dat klopt. Dat is inderdaad dan wel een zwak punt. Dat is misschien wel iets waar wat aan gedaan zou moeten worden. Neem niet weg dat de kennis over wat er aan regelingen is, die is er wel. Dus die zou je sowieso wel kunnen benutten. Maar goed, het blijft altijd lastig. En ja, het komt ook niet allemaal uit rijksprogramma's. Het geld zal ook bijvoorbeeld van lokale en provinciale overheden moeten komen. En daar heb je weer andere loketten voor. Ja, heel goed. Philippe van der Granieten, je had ook een opmerking volgens mij naar aanleiding van de inleiding van Herman, hè? Ja, klopt. Ja, daar staat een spelfout in mijn naam. Ik heet Van der Granieten, maar dat zijn details. Ik vond dat zo'n mooie naam, Granieten. Ja, die moeten we nog tegenkomen. Ik heb één opmerking en een aanhangende vraag daarbij. Je maakt in jouw presentatie een onderscheid tussen centraal verwerken van materialen en echt lokaal verwerken. Nou, ik ben sterk voorstander zelf van dat lokale verwerken op kleine schaal bij de boer meteen. En dan is dus ook de ontvanger altijd in beeld. En we hebben vanmorgen ook wel de revue zien passeren dat er af en toe wat dingen misgaan. Maar mijn ervaring is dat dat bijna altijd gebeurt met partijen die denken van nou, we gaan een bokashi maken om daar ook een soort verdienmodel aan op te hangen. En dan gebeuren er dingen die ongewenst zijn. En als de ontvanger bij het productieproces betrokken is, dan is de kans dat daar iets misgaat heel erg klein. Dus ik ben heel blij dat je die scheiding maakt. Anderzijds, je vindt gelijke monniken gelijke kappen. Hè? Level playing field mogen ze best vragen of eisen. Maar omdat het lokaal en kleinschalig is, heb je zelf al gezegd, kunnen bepaalde regelgevingen van toepassing zijn en andere niet. En één reden om nu voor agrariërs om mee te doen in deze pilot is heel vaak het feit dat als het echt uit de directe omgeving van de boerderij komt, telt het niet mee in de mestboekhouding. Heb jij enig idee of dat als zodanig blijft bestaan, zolang het echt uit de directe omgeving van het bedrijf komt? Of is dat alleen maar omdat dat op die manier in de vrijstellingsregeling plantenrest op dit moment genoemd wordt? Nee, dit is een van de dingen die we dus in het tweede deel van die verkenning moeten gaan meenemen. Dat is het meststoffendeel van het verhaal. En daar zal vooral LNV over na moeten denken. Want dat is een deel waar LNV vooral over gaat. Dat is gewoon de volgende stap die we vanochtend gestart zijn. Vanochtend heeft INW en LNV samen de eerste proeven van bekwaamheid doorgesproken. En in de volgende versie gaan we ook naar dit soort dingen kijken. Nou, daar moet vooral LNV natuurlijk heel goed over nadenken, omdat zij daar primair verantwoordelijk voor zijn. Ja, nou wat. Maar Herman, even aanvulling op jou. Volgens mij, zoals ik het vanochtend begreep, is geen van de twee ministeries die wil iets doen aan die directe omgeving wat Philippe vraagt om dat te verzwaren. We willen het toch zo houden. Ja, nee, maar misschien heb ik jou verkeerd begrepen hoor. Maar als je bijvoorbeeld van die discussies krijgt over hoe gaan we nou met de mestboekhouding om, dan hebben we voor compost hebben we daar wel iets voor geregeld. Maar hoe dat nou voor maïsel en bokashi is, ja, dat hebben we nog niet bedacht. Dat is iets wat we nog mee moeten nemen in de discussie. Of dat net hetzelfde zal gaan als met compost of anders. Dat zijn allemaal opties die we aan het onderzoeken zijn. Maar volgens mij vraagt Philippe of wij het gaan strenger maken zoals het nu is in de directe omgeving. En ik zie je knikken, Philippe. Dus, en dat zijn wij echt niet van plan. Nee, dan heb ik jouw vraag verkeerd geïnterpreteerd. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar goed, er zijn dus een hele hoop dingen waar we nog niet echt uit zijn hoe het precies gaat werken. Maar ons doel is om juist wel niet meer mogelijk te gaan maken. Maar wel binnen hele duidelijke randvoorwaarden en heel duidelijke spelregels. Ja. En lokaal? Ja, mijn vraag is vooral gebaseerd op het feit dat ik merk dat nu agrariërs aanhaken, ook ondanks dat het voor hun een onbekend veld is. En omdat niet meetelt in de mestboekhouding, is het voor hun interessant. Ik weet zeker dat er over 5 à 10 jaar, als er veel meer organische stof in de grond moet zitten, dan wordt er harder aan getrokken en dan gaan andere mechanismes weer werken. Dat weet ik zeker. Maar op dit moment, om zeg maar boeren mee te nemen in het proces, is dat een hele mooie bijkomstigheid.
Maar dan moet het wel staan of vallen met dat hele extreme lokaal verwerkte materiaal. En er zijn nu ook producten die over het hele land en inderdaad Europa breed getransporteerd worden. Nou, volgens mij moeten we dat met z'n allen echt niet willen. Dat is tegen de, kijk, dan kun je wel CO2-uitstoot in kaart gaan brengen en dergelijke. Maar ik denk dat je dat ook in de regelgeving kunt vastleggen, dat dat niet de bedoeling is. Nou, daar denk ik, Europa is een beetje theoretisch. Ik zie nog niet meteen al die stromen heel Europa overgaan. Maar Nederland is nog wel denkbaar. Ja, goed, ik denk nog steeds dat die twee regimes naast elkaar zullen bestaan. En dat die ook een eigen reden van bestaan zullen hebben. En wat we lokaal gaan regelen, daar zitten ook allerlei voorwaarden aan. En ja. Dan kan je niet alles, ook niet alles is zomaar goed als je dat zo lokaal allemaal doet. Dus, en daar moeten we de goede regeltjes bij hebben. En daar hoort ook de discussie over de mestboekhouding bij. Ja. Dus dat moeten we allemaal straks netjes regelen. En ja, dat geldt voor compost, maar dat geldt dus ook voor bokashi. Ja, oké. Okay. Helder. Jan Veersma-Hoekstra, kijk of je verbinding deze keer goed is. Ja, de verbinding is denk ik wel goed, alleen ik zit in Engeland. Dus op zich wel goed. Ik moet het beeld ook uitschakelen, anders hoor ik jullie niet. Het ligt nog maar beter. Ja, maar dus ik zit een beetje, de verbinding is hier niet goed. Herman. Ik hoor dat je bezig bent ook met om van de bemestingswet, dat die de bodemverbeteraars onderkomen. En die scheiding, en heel veel bodemverbeteraars worden op dit moment eigenlijk uit de gewasbeschermingssfeer gehaald en worden geprobeerd daarin te drukken. Als ik dan kijk naar de bemestingswetgeving, dan zijn dat zaken die eigenlijk niet onder dezelfde paraplu vallen. En om het wordt een woordenstrijd. Als ik de mensen die zeggen van hoe omschrijf ik iets, hoe definieer ik iets. En ook binnen Europa, we hebben daar onlangs een sessie bij gehad met verschillende Europese landen die aan bezig waren, is hier duidelijkheid over. Terwijl die wet, als ik het goed heb, volgend jaar in dienst moet zijn, staan er op die groep waar ik nu over doel. 4% van de dingen bij bodemverbeteraars is. Als je uitgangspunt. Wanneer weet ik iets? Ja, en welke toeters en bellen hangen er allemaal aan? Het begint een bos te worden en je ziet geen bomen meer. Want wat is verbeteren? Ja? Als ik een grond heb met haast geen organische stof en ik breng een organische stof in, ben ik dan aan het verbeteren? Of als ik 20 ton op een hele arme zandgrond breng, in welk oogpunt verbeter ik dan iets? Dus het vraagt eigenlijk de scheiding, want nu kijken we alleen maar naar bemesting. Als je onder de mestingwet gaat vallen, dan kijk je dus vanuit die visie naar een product. Ja, is dit wel correct? Het is maar een ding om naar de toekomst te kijken, want ik zie het al voor me, wat er gaat gebeuren op de markt. Ja, die allemaal op een of andere manier de bodem verbeteren. Waar iedereen, dat zijn van die producten, dat helpt het niet, dan geeft het moed. Maar wie is daarmee geholpen? Ja, ik denk dat je deze discussie een beetje zelf moet leggen. Want LNV gaat over de meststofverordening, de implementatie daarvan. En daar komen deze vragen allemaal uit naar voren. Dat raakt natuurlijk ook straks aan circulair terreinbeheer. En daarom zijn we dat ook in de verkenning aan meenemen. Maar zoals ik al zei, daar zijn we pas net mee begonnen. Dus dat is allemaal ook nog eerst een beetje uitdenken van hoe zit dat verband. En ja, die hele implementatie van de meststofverordening, die ligt echt bij LNV. En daar kijk ik wel een beetje mee, maar daar ben ik niet de expert van. Misschien dat Jacinta er meer over kan zeggen, maar we hebben eigenlijk vooral Harm Smit als de LNV'er die dat doet. Nou, meneer hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat we alles maar makkelijk toestaan. Baat het niet, dan schaadt het niet. Want zo zitten we er absoluut niet in. Want u heeft helemaal gelijk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die willen van alles waar ze vanaf moeten graag in de bodem stoppen. Ik woon zelf in het Veenweidegebied, dus u weet, ik zie dat dagelijks. Dus daar gaan we absoluut niet in mee. Maar er wordt een zeer selectieve lijst, hè, is er gemaakt, de AAA-lijst volgens mij. Wil u nog veel meer of daar nog preciezer weten hoe het nu gaat? Ja, stuur ook gewoon even een mailtje naar het agroloket. Dan kan ik u dat uitgebreider verhalen. Maar u hoeft niet bang te zijn dat we dat makkelijk loslaten. We vinden de landbouwbodem heel erg belangrijk en we zien ook allemaal dat die verschaalt in Nederland.
Dus daar zitten we bovenop in positieve zin. Dank je wel voor het antwoord. Ga mij weer op mij. Je krijgt een mailtje. Prima. Je klinkt zelfs opgelucht, Jan. Dus fijn dat dat via deze weg zo kan. Zijn er nog andere vragen vanuit de... Oh ja, sorry Jan. Ga je gang. Jan? Ik heb een demper, ja, ik wat vertraging op de lijn, geloof ik. Horen jullie mij? Ja, dan horen je weer. Ja, ja, we hebben wat vertraging. Oké. Nee, daar ben ik blij om. De internationale bijeenkomst die wij een paar weken geleden hadden, daar was ik niet blij van. Ik denk, als het deze kant uit gaat, dan hebben we straks een nieuwe wetgeving waar niemand echt blij van wordt, maar we hebben wel een papier alles op. En dat moeten we denk ik alle tijden voorkomen. Ja, heel goed. Dankjewel. Ik denk dat de waarschuwing luid en duidelijk over is gekomen, Jan. En ik zie Jacinta knikken, dat zie jij misschien niet, maar ze knikt in ieder geval. Dan voor de andere deelnemers. Hebben jullie wellicht nog vragen, suggesties, dingen waar Herman en Jacinta wellicht wat aan hebben? Nou, ik zie volgens nog geen reacties. Dan heb ik eigenlijk een hele simpele vraag voor Jacinta en Herman. Zijn er nog specifieke dingen waar jullie nog feedback of meningen voor over willen horen? Nou, we hebben al heel veel keer feedback sessies gedaan. En ja, die hebben ook best wel het een en ander opgeleverd. Ja. Ik heb daar nu niet meteen vragen bij. Maar in de loop van dit proces van de juridische verkenning kunnen die best wel bovenkomen. Ja. Dus dan zullen we die ook wel gaan voorleggen aan mensen die daar goed over mee kunnen denken. Maar op dit moment hebben we denk ik voldoende beeld van wat circulair terreinbeheer is en hoe we daarmee verder moeten. Het wordt straks nog wel lastig om die andere stromen eraan te koppelen. Als we dat gaan doen, moeten we misschien wel eens even opnieuw kijken. Bladafval, de discussie over wormencompost, die ook nog doorgaan gaan lopen. Maar daar zijn we op dit moment even nu niet primair mee bezig. We proberen nu eerst voor Maastel het zaakje goed op orde te krijgen. Dat is de eerste stap. En daar kunnen we denk ik wel nu wel even verder mee, is mijn verwachting. Maar misschien dat Jacinta nog iets heeft dat hij van ons aan input vraagt. Nou, wat ik wel leuk vind om te horen of iemand van jullie momenteel er ook mee bezig is. Met bokashi maken of met maïsrol weer het land opbrengen. Wie weet wil iemand, Sjoerd heeft zo'n mooie achtergrond, ik weet het niet. Maar misschien wil iemand daarover vertellen. Hij heeft zijn hand omhoog gestoken. Dus Sjoerd, spring erin, jongen. Nee, wij zijn nu derde jaar is dit bezig met circulair terreinbeheer. Ook al meerdere sessies hebben wij bijgewoond. Mijn beklag in een eerder stadium naar een projectleider is al een keer geweest dat het zo moeilijk is om dingen van de grond te krijgen. Dus om feitelijk er ook mee aan de gang te gaan. En dat begint dan vaak bij degene die het werk uitgeeft. Dus dan kom ik toch bij een provincie, een Rijkswaterstaat, een gemeente terecht. Die toch meestal wel de bureaus inhuren om bestekken te schrijven. Waar dan soms dan nog ergens een kleine paragraaf aan toegewijd wordt. Dat het wenselijk is of dat het punten oplevert als je maïsrol circulair inzet. Wij hebben dat zelf opgepakt hier met het waterschap. En verwerken veel maïsrol voor het waterschap op een eenvoudige manier. Door het gewoon 2 tot 3 keer in het na het maïsseizoen om te zetten op de bult. En op die manier als bodemverbeteraar in te zetten. En ik loop er echt wel wat tegenaan. We hebben een grote agrarische klantengroep. Die wat huiverig zijn om maïsrol of materiaal in te zetten op hun bodem. Dus waar we eigenlijk, wij hebben een model bedacht met het aanbieden van het product en het verwerken en het cyclaar maken van het land. En waar wij eigenlijk hebben gezegd, wij nemen het risico voor onze rekening als het qua onkruiddruk niet gaat. En wij hebben nu de ervaring in de regio eigenlijk wat gezien, dat wij toch ook van het bokassi verhaal, dat ik daar toch ook nog niet gelijk enthousiast van word. En dan, daar hebben we het al een keer eerder over gehad.
dat staat of valt volgens mij met hoe, het, ja, hoe je het proces aanpakt en hoe dat uitgevoerd wordt. Dat hebben wij zelf nog nooit gedaan. Maar ik ben toch eigenlijk wel gewoon wel gecharmeerd van het gewoon eenvoudig verwerken van het maaisel. En het toe te passen in de directe regio. En daarmee dus, nou ja, ik denk ook onnodige transportbewegingen uitspaart. Die agrariër die steeds meer begaan is met zijn bodem en bodemgesteldheid. Daarmee een stap vooruit kunnen helpen. En op die manier denk ik, als je dat als partijen samen aanpakt, moet dat volgens mij... Op een eenvoudige manier moet dat volgens mij best wel tot wat kunnen leiden. En zonder dat we onnodig handelingen gaan toevoegen aan het proces. Ja. Dus en qua hoeveelheden hebben wij best de afgelopen jaar denk ik wel misschien wel 10.000 kuub ingezet voor circulair terreinbeheer. Dus dat is best wel veel. Zeker. En even nog een vraag. Hè. Je zat vanochtend ook bij de workshop van Paul. Hè? Ja. Durf je iets positief te zijn te kijken naar Bokashi na vandaag? Of denk je van ik wacht daar even de resultaten van dit najaar af? Ik wil de onderzoeksresultaten zien om uiteindelijk de meerkosten die je maakt, om die dan ook... Nou ja, die zal ik toch ergens kwijt moeten. Dus die zal ik uiteindelijk bij mijn agrarische klant kwijt moeten. Om die meerkosten zeg maar te kunnen verantwoorden. Dus dan wil ik eigenlijk, daarvoor ben ik echt wel benieuwd naar cijfers op papier. Om dat onderscheid te kunnen maken. Van joh, als ze dan een stap verder gaan en de Bokashi van maken. Wat dat dan uiteindelijk toevoegt. Zolang ik die cijfers niet heb, denk ik dat wij op deze manier gewoon een prima systeem hebben. Om organisch materiaal aan de bodem toe te voegen. Precies. Don't fix what ain't broke. Als ik daar even op mag reageren, Frans. Ja, ik wil dit al vragen. Ja, nou, ik vind het wel geinig. Want ik ben dus ook. Ik ben dan een adviseur, zeg maar, in het proces om bij boeren en van de afzettende partijen Bokashi te maken. En ik zie dat een aantal boeren daar enorm aan trekt en ook wel de waarde daarvan herkent. En ik ben in tegenstelling tot Sjoerd dan een fervent voorstander van Bokashi. Enerzijds vanwege de ervaringen van een aantal mensen die er toch al jaren mee bezig zijn. Ook mijn eigen ervaring. Maar ook dat ik merk dat als je het werk goed doet, dat je een heel erg mooi product krijgt. Ook risicoloos. Maar dan moet wel alles kloppen. En ik heb me in de afgelopen jaren daarin verdiept, zowel het opzetten van de hoop, maar ik merk ook dat bijvoorbeeld de wet en regelgeving, contacten met de omgevingsdienst en in dit geval waterschap of gemeente, dat je ook met al die partijen moet kunnen schakelen. En ik zal niet zeggen dat mijn taak daarin onmisbaar is, maar ik merk wel dat het wel op gang brengt. En de waarde van de Bokashi bij de boer, sommige mensen ervaren dat al binnen één seizoen. Dat verbaast mij heel erg, maar binnen twee seizoenen dan zijn ze echt al helemaal om. En ik denk dat wij zitten hier ook vandaag bij elkaar, omdat die ervaring in het land breed gedeeld wordt. En dan is niet alleen Bokashi, het gaat vooral om organische stof in het algemeen. Alleen Bokashi maken bij de boer is relatief eenvoudig, maar je moet wel aan een aantal dingen voldoen. En ik merk dat er heel veel mensen mee willen doen. En ik denk dat er nog niet in de hele verre toekomst op een andere manier naar gekeken zal gaan worden. Ja. Nou, ik ben benieuwd of gloedvolle woorden, Philippe. En dan gaan we zien of Sjoerd er door overtuigd wordt. Herman. Hij is al blij mee met je reactie, Philippe. Zie je, ja. Sorry. Ja, nou... Sjoerd neemt het maaisel af van de waterschappen. Ik werk zelf bij het waterschap Vechtroom in Twente. En we zijn al een aantal jaren aan de gang om ook midden naar aanleiding van het project OMAP, wat in een andere sessie voor vanmorgen besproken is. Daar waren wij ook deelnemer van. We hebben ook gezegd van, kunnen we dat nou niet wat breder toepassen binnen ons eigen gebied. En we zijn nu sinds een aantal jaren met 8 pilotboeren bezig om dit van de grond te krijgen. Niet op het gebied van Bokashi, maar met biocompost, het toevoegen van een middeltje en om de compostering te versnellen en om reuk en stanken tegen te gaan. Nou, we waren een poosje met elkaar opgetrokken en ik liep voortdurend tegen die regelgeving aan van dit mocht niet en dat mocht niet en zus mocht niet en zo mocht niet. Nou, op een gegeven moment was ik zelf als overheidsman die toch wel een beetje met de regelgeving overweg kan,
had ik zoiets van, joh, ik trek de stekker eruit. Hier heb ik geen zin meer aan, want dit is trekken aan een doorpaard en we komen toch niet verder. Ondertussen zat ik ook bij CT aan de tafel. En toen kwamen die boeren in het geweer en die zeiden, Herman, dit gaan we niet doen. We zijn nu al zo ver met elkaar op weg, we gaan door. En we zien er een gat in dat het voor elkaar komt. En nou, dat heeft mij gelukkig gemotiveerd om door te gaan. En op basis van de vrijstellingsregeling en de Overijsselse werkmethode die binnen OMAP ontwikkeld is. En die door Overijssel omarmd is en die ook landelijk nu wat bekendheid krijgt. Hebben we toch voor elkaar gekregen dat we op een legale manier met dat maaisel kunnen omgaan. En nou, ik vind van hoe Sjoerd daarmee bezig is, vind ik ook een heel mooi voorbeeld. Die ontzorgt het waterschap daarin en die fungeert als contactpersoon tussen de producent en de afnemer. Maar je ziet gewoon dat er heel veel belangstelling is. En we hebben nu zelf een leidraad ontwikkeld binnen Vegstromen, die we ook breed willen delen met de gemeentes die daar inmiddels mee bezig zijn. En binnen het Berggraafslaas in Twente. En dat we nu op een goede manier het maaisel kwijt kunnen. En ik verwacht eigenlijk, binnen Vegstromen hebben we 12.000 ton. Waarvan ik ervan uitga dat we ongeveer 9.000 ton kunnen inzetten als bodemverbeteraar. De rest is met overstad en weet ik wat aan manier. Er zit een haak in de ogen, dat mogen we niet willen. Maar ik voorzie dat we, als we dit goed doen met elkaar, dat we op termijn te weinig maaisel hebben. Als je kijkt naar die 12.000 ton bij ons, in het Overijsselse mogen we het dan nu afzetten. In Drenthe is het nog niet geregeld, maar daar doen we ons best voor. En we hebben maar 12.000 ton. En voor die 12.000 of voor die 9.000 ton heb ik maximaal 25 boeren nodig. En we hebben er veel meer in ons gebied. En waar je ook tegenaan loopt, is dat de gemiddelde boer, wij gaan dan uit van 20 ton toedienen van product per hectare om landbouwkundig dat op een verantwoorde manier te doen. Nou ja, dan ben je dat maïs nog wel een keer kwijt. Maar de grote uitdaging is, waar Sjoerd ook wat iedereen tegenaan loopt, van jongens, hoe doen we dat schoon en onverdacht? En dat is nogal een zoektocht. En ik ben heel blij met het verhaal van Herman Walthuis, hoe de ministeries daarmee bezig zijn om met elkaar die richting te zoeken. Maar dat was waar we naar op zoek waren. Ik ben heel blij met het WUR-onderzoek van Paul. Waarbij we dus onze gegevens kunnen aanleveren, een bewijs kunnen aanleveren dat we in staat zijn om het op een goede manier te doen. En daar draaien we ook in mee. Ook een van onze deelnemers draait daarin mee. Dus ja, ik ben in vergelijking met 2,5 jaar terug waar ik toen was, dat ik de stekker eruit wil trekken, zit ik op een heel ander level nu. En ben ik blij met alle ontwikkelingen die ik ook vandaag weer hoor. En initiatieven die er getoond worden ook. Als je wilt, zet mij jouw contactgegevens een keer op papier. Ik mag een keer met je verder babbelen hoe je dat allemaal doet. Ik weet niet voor welk waterschap je dat doet, maar we hebben hier in het oosten natuurlijk wel contact met elkaar. Maar mooi initiatief, blij mee. Super. Als ik nog mag aanvullen, ik herinner me dat Sjoerd straks ook een vraag had over de kosten. En dat is misschien ook wel een goed inzicht. Er zijn natuurlijk veel partijen die in onze omgeving hier in Zuidoost-Nederland zijn de kosten van het storten bij de composteerders toch wel ruim boven de 20 euro. In sommige gevallen zelfs richting de 35 euro of nog hoger. Ik vind het besparen van kosten nooit de hoofdreden om dit met z'n allen te willen. Maar wat ik afspreek met het waterschap en de boeren die meedoen en de aannemers, is dat we die kostenbesparing gebruiken om kosten te dekken voor het maken van bokashi. En als je het beheer van het terrein en het oogsten en het transport op een meest logische manier kunt doen en kleine afstanden kunt maken en ook het materiaal verkleind kunt aanleveren bij de boer, dan kun je met bokashi maken tussen de 20 en de 30 euro ergens aan kosten hebben van ingrediënten en loonwerk. Voor de betrokkenheid van de boer vraag ik dan altijd dat hij meewerkt bij het opzetten. Dat levert ook vertrouwen over het product. Maar de boer neemt ook altijd voor zijn rekening om het uit te rijden. En op die manier heb je dus zowel betrokkenheid als een financiële dekking. Dus bokashi in die zin is niet duurder dan afvoeren. En het is niet zo dat daar heel veel geld wordt verdiend. Maar het kost zeker niks extra's. Dat is misschien wel voor Sjoerd een belangrijk startpunt om erover na te denken. Ik zie al een hele mooie excursie naar ja, maar ik denk wel, Filip, dat hij dat waterschap voor nodig heeft. Maar jij geeft ook aan boven de 20 euro. Dat klopt inderdaad. Wij betalen ook 28 euro. We zijn nu bezig met nieuwe aanbesteding. Ik heb het over ex-BDW. Maar goed, kijk, daar heb je ook je moet daar als organisatie die dat maïs oogst, want we hebben het niet meer over afvoeren en we hebben het over oogsten en vervolgens op een goede manier inzetten. En daar heb je elkaar bij nodig, zowel de leverancier, de aannemer en de afnemende boerensector.
En met elkaar kun je hele mooie dingen doen. Daar ben ik van overtuigd. Heel goed. Nou, dan haal je net je handje omlaag, Paul. Maar heb je inderdaad geen vraag meer? Want ik zag hem wel. Ja, nou, maar in feite is het antwoord een beetje... Ik had een beetje... De discussie, zowel Sjoerd als Filip hebben natuurlijk gelijk. Ik bedoel, een boer moet iets doen wat economisch uit kan. En hij moet iets doen wat hij ziet dat goed is. Daar zie je nu een beetje knelpunt aan staan. Ik herinner me de plaatjes van hem vanochtend van dat onkruid. Dat wil je niet. Nee. En voor mezelf, want we hadden het over dit stukje natuurlijk over beleid en kwaliteit. Nou, daar horen bepaalde kwaliteitseisen bij. Wat wij denk ik ook nog mee moeten nemen is juist toch dat kostenaspect ook een beetje. Ik bedoel, we zijn natuurlijk bezig met te kwantificeren wat is het spul in de zin van nutriëntenleverend vermogen. Hoeveel kilogram N, hoeveel kilogram P. Maar ik denk in aanvulling daarop is het ook wel heel erg wenselijk uit deze discussie. Dat je zegt van nou oké, wat kost je niks doen. Daar zijn al mensen mee bezig, dus dat is alleen maar mooi. Want ik heb het vermoeden dat meer mensen die dat toch een vrij belangrijke overweging gaan vinden. Los van de kwaliteit. Nou, daar komen we onder leiding van Herman en Jacinta wel uit, heb ik zo het vermoeden, hoe we dat gaan reguleren. Maar daarna blijft nog steeds de vraag van ja, maar wat is het meest zinnige A voor de bodem? Nou, daar hopelijk gaan we die lange termijn proeven in het zicht op werpen. En uiteindelijk, het moet wel uit kunnen. En ik denk dat dat aspect is vanmorgen in ieder geval niet aan de orde gekomen, maar dat heb ik voor mezelf wel opgeschreven, dat we dat in ons project ook als een van de aandachtspunten moeten opnemen. Van ja, oké, in combinatie met de kwaliteit, wat doet het? Hebben de meerkosten van het maken van bokashi ten opzichte van niks doen ook een meerwaarde in de zin van nutriënten of nutriëntenbeschikbaarheid? Bijvoorbeeld, zo zou je dat kunnen zien. Die kwaliteit, daar ben ik eerlijk in. Als ik het product twee keer op zijn kop zet versus bokashi maken, daar wordt het milieukundig niet gevaarlijker of risicovoller van. Dus dat is vrij duidelijk. Dus ik denk, dat heb ik in ieder geval voor mezelf als aandachtspunt opgeschreven. Wil ik nog één ding dan op aanvullen, ja. Want dat is eigenlijk waar wij als bedrijf zijn ook wel tegenaan lopen. Hè? Is dat die agrariër, die weet natuurlijk ook wel dat het naar de composteerder kost het geld en wij proberen die mix te zoeken. Dus dat het wat toevoegt aan de bodem van die agrariër. Maar dat die agrariër ook ergens, we kennen de boerenprotesten wel. De agrariër is ook nog eens een keer teleurgesteld in de maatschappij of in de overheid. Dus die is ook wel op zoek naar wat kan bijdragen aan mijn bedrijfsvoering. Zo simpel is het gewoon. Dus die agrariër zegt, ja, ik wil daar best wel in meewerken. Ik wil daarin meedenken. En zo hebben wij het eigenlijk hier in de regio ook verkocht aan de agrariër. En dat loopt eigenlijk prima. Dus ik denk ook dat wil ik bokashi kunnen verkopen, dan moet die meerwaarde. En dat zal dan uit het onderzoek, ik hoop aan het eind van het jaar dat we daar wat meer van op papier hebben, ook moeten blijken van wat het uiteindelijk kan toevoegen. Dus dat die agrariër zegt, ik ga dan nog daarop investeren. Maar dat doet hij eigenlijk. Als hij investeert in zijn bodem, dan kost hem dat geld en dan moet dat uiteindelijk wat opleveren. Ja. Dus dat is, daar moeten we met z'n allen denk ik in het achterhoofd houden om het draagvlak bij die agrariër te houden. En niet dat het een feestje van ons allemaal wordt. Maar wij hebben die agrariërs nodig in dit verhaal. Daar lijkt het zeker op. Nu zijn er diverse mensen die hier al op willen reageren. Jacinta die komt zo meteen nog aan het woord, maar die heeft in de chat al gezegd van denk aan kringlooplandbouw. Maar als eerste wil ik even het woord geven aan Tessa de Haas. Mag een luister aan. Die naar beneden. Ik reageer op de vraag die gesteld werd of je projectvoorbeelden hebt. Nou, ik ben ook bezig met mijn eigen experiment. Sinds een jaar heb ik mijn eigen wormenbak. Maar ik wilde eigenlijk de weg ernaartoe eventjes schetsen, omdat ik dat in de andere verhalen ook een beetje hoor. En met name het verhaal van Herman. Die zegt van ja, je hart gaat ergens naar uit, dan ga je sneller voor lopen. En op een gegeven moment kom je op de weg ernaartoe allerlei hobbels tegen. En hoe hoger die hobbels worden, ja, op een gegeven moment denk je laat maar zitten, want dat wordt hem niet. Maar hij werd onderweg gesteund door een aantal mensen, waardoor hij doorging. Nou, ik had hetzelfde met het Wormenproject, want ik werd benaderd door onze wormenman uit Amersfoort, Edgar van Groningen, die startte met zijn stadswormerij. En toen dacht ik werk bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en ik ga naar een wormenberaad toe. Hoe ga ik dit verkopen binnen mijn eigen organisatie?
Nou, ik heb het toch gedaan en ik werd eigenlijk gegrepen door zijn verhaal waar het wel niet allemaal aan bijdroeg. Dus nou, ik heb een tijd lang met hem opgewarmd gewandeld en op een gegeven moment zei ik, nou Edgar, als jij begint met workshops geven voor mensen, ben ik de eerste die bij jou komt om te starten met die workshop, want ik wil mijn eigen wormenbak. Nou, die is er inmiddels een jaar. Nou, ook ik ben op mijn weg heel veel hobbels tegengekomen, niet alleen binnen mijn eigen organisatie dat ik met dat wormenproject binnen bezig was. Maar ook thuis, zeg maar. Want ja, gadver, je gaat ook niet wat met wormen doen. Gadver, dat zijn vieze beestjes. Maar inmiddels is iedereen orm. En nou hoop ik dat ik binnen enkele maanden mijn eigen wormencompost ga oogsten. Nou, ik wilde eigenlijk maar een beetje aandacht hebben voor... we hebben elkaar allemaal zo hard nodig in elkaar steunen en kijken waarin we van waarde kunnen zijn. Want we hebben allemaal een puzzelstukje in handen. Dus dat leuker en beter op elkaar aan laten sluiten is wel mijn wens. En daar vormt dit een mooie platform voor. Mooi, dankjewel. Dat is een mooie, mooie samenvatting van wat we deze dag aan het doen zijn. Simone van Agiton. Yes. Ik werk nu 9 jaar bij Agiton. Daarvoor heb ik nog nooit gehoord van Bokashi. Jullie waarschijnlijk al helemaal niet. Zo lang geleden. Ik doe ook wat meer op moestuinen gericht. Dus het bokashi maken van etensresten. Dat is mijn hoofdtaak. Maar daarnaast ook wel het gemeente en waterschappen enzovoort. Eens kijken wat we kunnen doen. En ja, wat ik merk is nu zeker de laatste jaren heeft het echt een vlucht genomen. En wat voor innovatie er allemaal al gebeurd is. Hè? In werkwijze, voorlichting. Machines waar alles erop en eraan zit, dat het in één werkgang ingesurfd kan worden. Ik vind het echt mooi om te zien. En wat Tessa ook al een beetje aangaf, ik zie ook veel meer samenwerking. Het waterschap met de boer. Je hebt iets om over te praten, over die bodem, waterbergend vermogen. En dit zou zomaar een hele mooie tool daarvoor kunnen zijn. En dat wij nu heel veel hebben met het WUR nu. Allemaal onderzoeken gaan doen. Ik ben er ontzettend blij mee. Dat het, in ieder geval waar wij al heel veel jaren mee aan het werk zijn, dat het nu op wordt gepikt. En nou, het gaat me nog niet snel genoeg, dat snappen jullie, met de wetgeving. Maar ja, ik ben er heel blij mee. Dat is heel goed om te horen. 9 jaar al, jeetje. Dus je hebt het ontdekt, zeg maar, mee ontdekt in Nederland, denk ik, hè? Of niet? Ik zou me dat kunnen toe-eigenen, maar dat is niet zo. Nee, het komt echt uit Japan. En wij hebben dat wel geïntroduceerd in Nederland, inderdaad. En daarmee aan de slag gegaan. Maar toen was het dus wat minder bekend. En ja, nu wordt het gelukkig opgepakt. Blij mee. Heel goed. Jacinta. Je hebt denk ik al heel wat dingen gehoord. Daar reageerde je eigenlijk ook al op. Vertel eens. Nou, ik vroeg me af. Ik vond Herman's verhaal ook erg inspirerend. En hij zei van die 12.000 ton en 9.000 ton eigenlijk geschikt. Dan neem ik aan dat daar dus iets van 3.000 ton is wat vervuild was of afval of iets. Hoe schift je dat? Hoe pak je dat aan? Maar je bepaalde stukken er niet voor waarvan je weet dat er veel vervuiling is. Hoe beredeneer je dat? Nou, we hebben allerlei inventarisaties gedaan. Kijk, een van de dingen van maïs wat we niet afvoeren, dat is maïs wat binnen een aantal honderden meters van Overstad zit. Nou, die hebben we allemaal in beeld waar die dingen zitten. En dat maïs was gewoon netjes opgeladen en afgevoerd. Een ander is, we hebben toevallig vanmorgen nog even een discussie over gehad met een aantal uitvoerders. Maar joh, we hadden in eerste instantie ook wel het idee van stedelijk water moeten we niet naar de boeren doen. Omdat daar door de regel wat meer rommel en rotzooi in zit. Alleen, je ziet ook een ontwikkeling in de bestekken waarin wij nu in hebben staan. Dat die aannemers, dat die eens in de zoveel tijd een ronde moeten houden om dat zwerfmaaisel daar weg te halen. Als je dat kunt combineren met een maaironde of vlak voorafgaand aan een maaironde kunt doen. Dan kun je al heel wat rommel afvangen en kijk, die 12.000 en die 9.000 ton, dat zijn nu een aantal. Die 12.000 ton is een gegeven, die 9.000 ton is een aanname. Maar ik zie het ook wel als een uitdaging om als wij dat goed op gang krijgen, om die 9.000 ton nog meer richting die 12.000 ton te brengen. En ja, een aantal duizenden tonnen blijven
moet hem blijvend afgevoerd worden. En allemaal dingen waar je dan vervolgens in aanloopt, is, kijk, wij voeren nu nog voor een bepaalde prijs af naar die composteerders. En die nemen dat ook nog aan. Maar als je alleen maar met bagger komt, ja, dan gaat die prijs natuurlijk een keer naar boven. Dus ook op die manier zou je elkaar wel weer wat tegemoet moeten treden en in overleg moeten gaan. Maar ja, hoe doen we dat dan? Kijk, als je alleen maar maïs aanleeft met 50% flesjes en blikjes en weet ik wat er allemaal erin, ja, dan gaat het niet worden. Dus ik zie het ook vooral als een uitdaging, en dat zie ik ook bij onze eigen uitvoerders en ook bij de aannemers. Kijk, iedereen moet ook een omslag in denken maken. Ook die machinist die op die kraan zit. Kijk, eerder was het gewoon, we draaien op de bult en we bellen de composteerder en het wordt gehaald. Maar daar kunnen we nog wel een hele kwaliteitsslag in maken. En als je bijvoorbeeld aan het maaikorven bent, dan ben je aan het maaikorven, dan ben je niet aan het baggeren. Waar ze het in een andere sessie over hebben met grond en sediment en weten we allemaal niet. Dan moet je zorgen dat je maïs op de kaart krijgt en geen grond. Kijk, en dat soort dingen, daar zit gewoon een gigantisch kwaliteitsverschil in. Maar dat moet ook bij onszelf tussendoor. Van, hoe gaan we daarmee om? En ook dat ook wij anders gaan denken van, joh, het maïs is geen afval meer, maar het is een product wat we tot waarde proberen te brengen. Waardoor we vanuit waterschapsbelangen hebben we het dan over waterberging. We hebben het over het vasthouden van nutriënten. We hebben het over het verbeteren van die bodemstructuur. Dat die boer een betere opbrengst kan halen. En daar hebben we allemaal voordeel van. Dus bij iedereen moet die knop om. Niet alleen bij die boer die dat product dan van ons gaat gebruiken. Nee, ook bij onszelf. Ik heb het al eerder genoemd. We hebben het niet meer over verzamelen, bij elkaar halen. We hebben het over oogsten. En dat is wat anders als op een bult gooien. En dan dingen op een bult gooien. Ja. En dat is eigenlijk hetzelfde met kinderen die alles in de berm gooien. Ja. En die dan heel erg van het klimaat zijn. En wij hebben het klimaat verpest. Zelfs die moeten mee. Hè? Het is wat je zegt, de hele cirkel. We zijn nu ook bijvoorbeeld aan het nadenken over van kun je nou niet in de communicatie wat en eigenlijk moet het landelijk opgepakt worden en dat wordt ook wel gedaan, maar ruim die rommel nou eens op, jongens. En kijk, de hele 15 cent op flesjes en blikjes, nou, ik ben benieuwd in hoeverre die ons gaat helpen, maar het zou mooi zijn dat die ons gaat helpen, dat die rommel er niet meer komt. Een McDonald's die er al, kijk, dat weet je ook denken, of daar weten we wel meer van, bij McDonald's moet je geen maïs op proberen te oogsten. Daar moet je best niet voor doen, want dat heeft totaal geen zin. Ik woon zelf op 6 kilometer van McDonald's af en bij ons is het een vuilnisbelt langs de Kanaaldijk. Dus echt, maar dat doet McDonald's niet, dat doen de mensen die het kopen en dat is wel dat is frustrerend hoor. Ja, dat is het ook. En wat Jacinta ook al noemt, van ja jongens, sommigen hebben de mond vol over van alles en nog wat en flikkeren zelf de boel uit het raam. Ja. Maar uiteindelijk begint het bij die bron, jongens. En als we daar dat voor elkaar kunnen krijgen. Maar goed, ja, de mentaliteit, ik vind de algemene mentaliteit van de mensen is er zeker in coronatijd niet heel veel beter op geworden. En ik hoop dat we daar nog weer wat van terug kunnen halen. Heel goed. Het is verbazingwekkend positief vandaag. Dat is gewoon, ik wacht nog op de terugslag. Maar dat misschien komt u. Want ik zie nog. Even, Frans, kijk, we kennen elkaar wat langer. En ik heb altijd waardering voor. Dat doet en dat doe je vandaag ook weer. Maar we hebben lange tijd tegen die berg van die regelgeving aangekeken. En allerlei hobbels en toestanden. En we konden er maar niet overeenkomen. Herman vertelt ons nou ook een heel positief verhaal. Staan met je zin daar. Jongens, er is nu licht in die donkere tunnel. En dat maakt ons enthousiast. We hebben al heel veel stappen gezet op dat pad. En we hebben elkaar nu gevonden. Zowel de wetenschap als in uitvoering en de regelgeving. Nou, dan zijn we mooi en op weg. En we gaan er wat van maken. En die energie, die is hier nu. En die probeer ik ook uit te stralen. Ik vind het mooi. Die boeren hebben mij een schop in de kont gegeven van je gaat vooral door. En ik ben blij dat ik het gedaan heb. Super. Ik denk ook dat, zeg maar ondertussen, ik weet niet of jullie het een beetje hebben meegekregen, maar in de chat ontstaat ook iets moois. Dus eigenlijk voor Herman en Jacinta, die kunnen de volgende slag rondom Bokashi en dan van organische stadstromen, die komt binnen en de wormencompost natuurlijk, die komt binnenkort ook naar jullie toe, als ik het zo zie. Want Simone en Filip en Tessa... Nee, dan ben je iets te positief in mijn beleving. Ik merk juist dat we daar nog te veel tegen belemmeringen aanlopen in de huidige wet en regelgeving en dat het misschien, hoe komen we van een modus waarin dingen niet kunnen naar een modus waarin hebben we wat meer ruimte om dingen wel te kunnen doen?
Ja. Ik krijg die vragen heel veel en dan word ik automatisch, worden mensen doorverwezen en zeggen, ja, moet je bij het versnellingshuis zijn of het agroloket? Maar dan ga ik toch een iets minder positief verhaal schetsen. Soms gaat het van tafel naar tafel naar tafel naar tafel. Dus dan ontstaan mailwisselingen waar de ondernemer niet bij geholpen is. Omdat we eigenlijk niet weten wat we ermee moeten. Omdat we het heel spannend vinden om er iets mee te doen. En het zou fijn zijn als we daar wat meer ruimte in krijgen met elkaar. Ja, dat is heel spannend. Maar hoe kunnen we dan toch een beweging maken? Ik herken me niet in mailwisselingen naar elkaar toe. Dus als ik daar onderdeel van ben, meld het me. Echt, ik wil dat soort dingen horen, want daar hou ik helemaal niet van. Nou, is wel één heel belangrijk punt, want we staan open voor ja, tenzij. Maar voedselveiligheid, dat mensen niet doodgaan doordat ze iets eten wat echt heel onverstandig is. Dat staat wel voorop. En daar zit vaak het probleem. Maar stuur deze dingen, overleg met me, Tessa. Fijn je te leren kennen zo. En nou, het zit op meer vlakken. Hè? Dus ik spreek niet alleen jou daarop aan. Het is denk ik iets wat we met elkaar te doen hebben. Omdat ik merk dat er zit ontzettend veel potentie bij bedrijfjes en mensen die dingen willen met name in dit geval voedselresten. Maar die lopen tegen, die komen echt met alle instanties krijgen ze te maken, zeg maar. En we zijn op zoek naar mensen die niet een opdracht hebben van ik moet me houden aan bepaalde regeltjes die nu gelden. Hoe kunnen we organiseren dat er iets meer ruimte komt bij dat soort organisaties om even los van de huidige regeltjes te organiseren dat het wel zou kunnen. Ik denk dat nu meer aan de orde is. Dus dat is wat los. Ja, je kan niet zomaar om de wet heen. Hè? Je kan als pilot soms wel, maar dan moet het verantwoord zijn. Dus daar kunnen we absoluut over doorpraten een keer. Okay. Leuk. Maar goed, ja, misschien mag ik daar wat ervaringen aan bij delen. Als je het samen oppakt, kan je veel meer bereiken op dit vlak. Anders blijf je inderdaad hangen in de status quo zoals die nu is. Met wetten en belemmeringen die in de weg zitten. Maar als we dat willen veranderen, ja, dan moet je toch eerst een traject door. En dan is het handig als je elkaar weet te vinden. Daarom ben ik heel blij dat die biomassa-alliantie op een gegeven moment kwam. Want dat maakt het voor ons als Rijksoverheid ook makkelijker. Dan heb je de mensen bij elkaar zitten. En dan kan je iets organiseren. Anders ga je met iedereen een aparte dialoog aan. Dat schiet niet op. Heel goed. Jan, wilde jij ook nog iets zien? Misschien kan ik hier nog iets op... Ja, welkom wel. Ik snap Tessa wel. Alleen ik heb... andere ervaringen. En misschien is dat wel leuk om te horen. Wij hebben nogal wat projecten opgezet over de jaren heen in kleinere groepen. Zo hebben wij bijvoorbeeld al 7 jaar of 8 jaar nu een doorlopende proef op akkerbouwgrond met bocassie, compost en gewoon kunstmest. En de windschoten, om dat daar toe te mogen passen. Dus dat is... Daar was geen regelgeving, er was geen wetgeving. Dat is maaisel geweest met de gemeente Winschoten. Daar heeft iemand zijn kop voor uitgestoken. Die zegt, jongens, ik vind zelf dat ik verantwoordelijk... Dit durf ik wel te dragen. Ook kijken van, oh, we treden geen wetten. Ja, ik zit aan het randje. Wij maken er een pilot van. De gemeente Leeuwarden heeft met ons een project gedaan. Ook om dingen uit te zoeken. Fantastisch resultaat. Met de marken doen we op dit moment een proef met slipcompost en slipbocassie. Dus... zuiveringsslip, kijken wat gebeurt er met dat materiaal. Dat gaan we verseren. Daar heeft Wageningen zijn kop uitgestoken met de marken plus de overheid. Nou, op die manier, kijk, je krijgt niet in één keer de hele zaak, het project in één keer allemaal overal los. Dan loop je tegen te veel instanties aan die zichzelf in willen dekken omdat ze niet de fout maken. Maar hoe meer data wij krijgen van dit soort projecten, des te meer zekerheid kunnen wij bieden aan instanties en overheden. Dat er, ik zou je vooral aanraden, als je dingen hebt, probeer naar de lokale mensen die stap te zetten. Dat is het project. Nou, we hebben een 4-jarig project lopen, dus op de markt. En het project
op in Groningen in het Oldbrand, dat de boerderij loopt 10 jaar. Daar zijn nu 8 jaar van. Het is het 8e jaar. Dan hebben we straks 10 jaar op rij ervaring compost, bokashi, kunstmest. En je ziet gewoon de bodemkwaliteit between quotes. Op je zware klei zien wij gewoon het organische stofgehalte met het brengen van organische stof aan naar menig mens had gedacht. Ook het bodemleven verandert. Ja? Dat hebben we nu al na 7 jaar onderzoek. Dit is een duur project. Ja? Dit moet je organische stof afbreken. Gaat ook niet van vandaag op morgen, maar dan zouden we in Nederland en heel Drenthe en heel Brabant op een zandbak leven. Dus daar zijn we ook al 25 jaar mee bezig om dat af te breken. Je moet niet denken dat we dat in één keer maar doen. En er zijn legio mensen die op dit moment zien, bij overheden ook, dat doen. En vandaar ook dat ik even dat noemde van einde appelstaat is de supermarkt. Ik heb een prachtig plan geschreven voor een grote Nederlandse supermarkt die dit eigenlijk met ons wil doen. En daar heb ik ook graag dat laatste drukje ergens van iemand die zegt van nou, vooruit, we gaan het doen. Ja, want dan leer je. Als we nooit wat gedaan hadden en nooit fouten hadden gemaakt, hadden we ook nooit wat geleerd. Dus zo denk ik hier ook over. Maar we kunnen het niet in één keer over het hele land rijken. Ik denk dat het volledig mee is. Dankjewel. Beste mensen, dan zijn wij zo'n beetje aan het einde gekomen van deze werksessie. Herman, Jacinta, nog laatste afsluitende woorden wellicht? Schroom niet en mail naar het AGRO-loket als je verder over iets door wilt praten. Tessa heeft helemaal gelijk. We kunnen niet alles oplossen, maar de ervaring van de laatste jaren leert wel dat ook duidelijkheid de ondernemer prettig vindt. En ook als het nog niet kan of pas over 4 jaar, dan zeggen we dat. Ik ben blij dat we er constructief in zitten. Constructiever dan in het begin, denk ik. Dat we allemaal het gevoel hebben, we bewegen in een bepaalde richting op. En daar gaan we ons best voor doen om bij te dragen. Ik moet wel zeggen, we blijven natuurlijk ook wel kritisch. In de discussie van net. Natuurlijk zijn er een heleboel dingen die misschien hele grote kansen bieden. Maar we willen het op een gegeven moment ook wel onderbouwd hebben. Dus we doen ook niet van niks onderzoek. We willen ook graag dat de kennis en ervaring die we opdoen, dat we die ook echt benutten. En niet alles is altijd even goed. Het kan ook best blijken dat dingen tegenvallen. En dan moeten we dat ook erkennen. En ondertussen gaan wij proberen beleidsmatig mee te bewegen en qua regelgeving ook. Maar ja, vooral dat laatste heeft wel zijn tijd nodig. Ja, heel goed. Dames en heren, daarmee zijn we volgens mij dan aan een natuurlijk eind gekomen van deze werksessie. En zoals jullie weten, om 3 uur dan gaan wij weer verder. Dan hebben we een inleiding over grond en sediment, over risico's en over de kansen die dat biedt. En daarna uiteraard nog weer 3 werksessies. Ik zou jullie hartelijk willen bedanken voor jullie bijdrage in deze workshop alvast. En ik ben benieuwd, Tessa en Simone en Sjoerd, als we over een jaar weer bij elkaar komen. Ik ben wel benieuwd waar jullie staan met het organische bokashi, of bokashi uit organische stadstromen. En Sjoerd, of hij dan inderdaad bokashi kan aanbevelen bij zijn boeren of niet. Dat vind ik ook een belangrijke. Mensen? Tot ziens. Tot ziens. Ha, Petra. Hi. Ik zag op het laatste moment, zag ik zo, hey, dat is Petra. Maar ik kreeg de lijst nog niet teruggezien. Nee, ik ben een poosje afwezig geweest. Ik ben ziek eigenlijk. Dus ik ben even in het ziekenhuis geweest. Maar nu dacht ik, ik haak toch even aan. Want ik vind het zo interessant dat ik dit mooi vanuit huis even kan doen. Dus vandaar. Nou, leuk. Fijn erbij te zijn, ja. En net even in het systeem in SharePoint rond de leiding gehad. Dus dat is helemaal fijn. Want dan weet ik mijn weg daar ook in te vinden. Ja. Nou, leuk. En ik weet niet of jij er ook mee bezig bent. Met bokashi of warme compost uit organische stadstromen. Geloof het wel, hè? Wormen. Ja, met bokashi inderdaad. Ja. Niet met wormen. Nee, oké. Okay.
Nee. Dan is het misschien wel goed, want je hebt daar misschien net nog even meegemaakt, Tessa de Haas. Dat is dan echt iemand die dat eigenlijk ook binnen circulair terreinbeheer eigenlijk ook probeert op gang te krijgen. En die gaat nou richting het AGRO-loket. Heeft ze nou eigenlijk min of meer toezicht gekregen van Jacinta Santen. Ja, dat ze gaan kijken van nou, die belemmeringen die er nu zijn. Maar Frans, dat is toch over Wormen? Nou ja, onder andere. Oh, oké. Over stadstroom in het algemeen. Ja, dat, ik neem aan dat zij heeft nadrukkelijk de nadruk liggen op die Wormen. Maar ik ga er wel vanuit dat zij vanuit stadstromen dan toch ook Bokashi meeneemt, of niet? Dat weet ik niet. Het is echt wel een andere. Ja, het is andere jurisprudentie. Wormencompostering of wat je ook met wormen doet, is echt nog een stap ingewikkelder. Omdat wormen worden gezien. Of je mag alleen maar wormen houden als ze landbouwhuisdieren zijn. En dan heb je daar weer hele specifieke. Ja, dat is echt. Alles wat je ze voert, dan zijn ze dus ook landbouwhuisdieren. Dus dat mag dan ook geen vlees zijn. Ja, terwijl een worm normaal natuurlijk prima vlees kan eten. Ja. En wat ze uitpoepen, dat is mest. Oké, Petra, vergeet alles wat ik gezegd heb. Ja, is goed. Ja. Doe voorlopig maar Bokashi. Ja, ik geloof het ook. Dat is al ingewikkeld genoeg. Ja, dat klopt. Ik heb hiervoor dierenwelzijn gedaan. En ik herken de complexiteit inderdaad. Ja, dat klopt. Zeker. Dus, we zijn wel in Apeldoorn druk bezig om te kijken of we toch kunnen opschalen met Bokashi. Dus we zijn wat depots, groen depots aan het proberen te realiseren. Zodat, zodra het ook kan, dat we echt los kunnen. Maar opschalen, jullie hadden toch al een plek met 1000 ton? Ja, klopt. Maar men is zo enthousiast dat ze nogal willen verdubbelen. Dus, Oké. Ja, mooi. Ja. Ja, dus dat is leuk. Ja. 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 Ja, er is natuurlijk ook veel blad dat in Apeldoorn. Dus, ja. Ja, klopt. Want nu echt, we voeren nu 6 of 7 kiloton blad af. Dus het is ook echt zo zonde. Dus wat dat betreft is dit een mooie kans. Ja. Zeker, ja.